je nou een stuk kaas voor hem houdt, dat... Gaat het er gelijk even af. Ja, dat vinden ze lekker kaas. Zeg, Johan Franke, we zijn nu wel op een hele onwaarschijnlijke locatie. Kinderboerderij De Kleppenhoeve. Ja. En nou ja, jij zit met een mooie papegaai op je arm. Ja, want daar gaat eigenlijk deze brief over. Als wij een huisdier willen, dan gaan we naar de dierenwinkel en dan pakken ze dat netjes voor je in. Net als bij Jiskevet. Bij Jiskevet. Alleen, toen ging de bestelling anders. En in dit geval hebben we een brief van een Middelburgse moeder. Dat is Adriana Goeré, de weduwe van Jacobus van der Zanden. En die schreef aan haar zoon, Jan Wiekas van der Zanden. En die vertoefde op dat moment in 1780, dan hebben we het over de Vierde Engelse Oorlog, in West-Indië. En eerst waren er wat vormelijkheden en ze vertelde over de gezondheid, et cetera. En ze drukte haar zoon vooral op het hart dat het was kennelijk zijn eerste reis. En ze drukte haar zoon vooral op het hart dat hij goed naar de kapitein moest luisteren en hem moest gehoorzamen. Want hij zou dan ook goed voor haar zoon wezen. Nou, ik denk dat deze mevrouw zich ietsje verkeek op de verhoudingen aan boord van een schip en zeker van een oorlogsschip. Dat pakte in de praktijk toch heel wat harder uit. Alleen, het gaat ons vooral om het tweede deel van de brief, want daarin wordt gevraagd om iets mee te brengen. Want zeelieden die naar West- of Oost-Indië gingen, die namen vaak curiositeiten uit die landen mee. Neem eens een aapje voor me mee, dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Nou, en in deze brief komt het dus inderdaad voor dat er gevraagd wordt naar een papegaai. En ik ga dat stukje eventjes letterlijk voorlezen. Zij schrijft dan: wij hebben veel werk, wees daar niet ongerust in en wonen wel naar ons genoegen. Maar Jantje, want zo heet hij natuurlijk, zo gij kunt, brengt een papegaaien mee. Zo gij leed doen kan, verzoekt aan de kapitein om te kopen voor uw lieve moeder. Want Letten is zo doof en hij is overreden, dus de eigen papegaai die ze had, die is al dood. Maar is beter en dan had ik geen. De groetenissen van oude Elisabeth aan de kapitein, die chocolade niet vergeten voor Elisabeth. Dus u wilt twee dingen, dat er en een papegaai meegenomen wordt en dat er chocolade meegenomen wordt. Nou, kennelijk vergeten ze even dat eerst cacao is en er nog chocolade van gemaakt moet worden. En een ander puntje voor deze dieren is natuurlijk, dat werd allemaal mee aan boord genomen. Alleen die mensen die wisten totaal niet wat ze aan het vervoeren waren. En, laat staan wat ze moesten eten. Ja. Die kregen gewoon hetzelfde eten als dat er aan boord genuttigd werd. En zo'n papegaai die eet dus zaden. En heel veel van die dieren, apen of papegaaien, die overleefden die reis gewoon niet. En het was ook maar de vraag of ze, als ze dan eenmaal in de Republiek aankwamen, wat ze dan te eten kregen. Er zijn natuurlijk genoeg zonnebloempitten en dergelijke in Nederland. Alleen de kennis over hoe je deze dieren verzorgde en moest voeden was behoorlijk afwezig in die tijd. Maar deze die komt zeer relaxed over, dus als ze vroeger allemaal zo waren dan... Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ze aan boord in die dozen zaten. Om het vluchten te beletten, dan dat ze een geriefelijk verblijf hadden, zoals dat hier op de Kleppenhoeve het geval is. Ja, nou, deze is in ieder geval een jonkie, maar prachtig beest. Dankjewel voor je toelichting. Ja.